Vandaag doen wij enkele updates van items welke eerder verzonden zijn. We beginnen met Baby Shivani. In de maand maart van dit jaar verscheen Helen Maiku, moeder van een 6 maanden jonge baby Shivani, die CITO geopereerd moest worden in 1/12. Ze woog 9,5 pond bij de geboorte en de rechterarm werd daarbij geforceerd. De ingreep moest in Nederland geschieden en met uw financiële hulp konden de mensen in april vertrekken. De operatie liep succesvol en nu zijn ze terug in 1/12 voor een dankwoord. Ik ben nu bij 1/12. Dat wil zeggen dat er nog iets niet goed is. Wat is nu niet goed? Niet goed gaat omdat we geld financieel is een beetje tekort komt. We hebben het niet zo breed. Wat ontbreekt u nu? Ontbreek ik is financieel is zakcenten waarmee ik weg moet. Bij mij omgaat het misschien tot een 500 euro zo. Als ik heb, dan is het al heel goed voor mij. De 1/12 familie zal hierop reageren. En laten we hopen dat u toch uw hulp krijgt. Als ik terugkom, dan zet ik het wel terug op 1/12. Mevrouw Maiku, met uw dochter wensen wij u beterschap toe. Jawel. We zitten een paar maanden verder en we begrijpen en zien mevrouw Maiku weer in Suriname. Mevrouw Maiku, hoe is het gegaan daar in Nederland met de operatie? Het is goed afgelopen en ik ben hier teruggekomen om iedereen te bedanken. En de bedrijven vooral die haar hebben geholpen voor de operatie. Maar alles is goed afgelopen. En nog hartelijk bedankt iedereen die me heeft geholpen. Is het wel, is de hand weer de oude geworden? Jawel, ze moeten wel naar de fysio. En hoe lang bent u in Nederland gebleven? 2 maanden. En de kosten die u gemaakt heeft in Nederland, zijn dat uit uw zak gekomen of hebben bedrijven u daarvoor geholpen? De zakcenter heeft de bedrijven me geholpen. En de operatiekosten heeft de ziekenhuis voor haar. Die mensen van de overheid hebben het zelf gedaan. Van SZF? Ja, van SZF. Oké, we zijn toch blij dat u terug bent en u bent tevreden. Uw dochtertje is geopereerd en u zegt dat ze weer de oude is geworden. Ja. En succes met uw dochter en uw verdere leven. Is goed, nog hartelijk bedankt en ik bedank aan ieder die me heeft geholpen. En 1/12 ook, ik moet heel hartelijk bedanken 1/12 dat u me echt heeft geholpen met Shivani.